Nou, de eerste helft zit erop. Ja, het is moeilijk voelen met deze wind. Die speelt ons toch apart. We komen dan wel op 1-0. En geven eigenlijk binnen een minuut weer geven de 1-0 voorsprong uit de handen. Dan wordt het 1-1. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat we niet best voetballen. En Katwijk nog beter met de wind om kan gaan dan wij. Dus er zal de tweede helft moeten gebeuren. Willen we hier de 3 punten nog meenemen. Nou, het is uiteindelijk 1-1 gebleven. Ik vond ook dat we de tweede helft niet sterk begonnen. Ik denk ook dat 1-1 een terechte uitslag is. En, ik vind ook als je bovenaan staat en je hebt kans om kampioen te worden, dan zou je toch meer strijd moeten leveren om elke week de 3 punten te pakken. En dat hebben we er vandaag nagelaten.